Goedemorgen Elisa. Goedemorgen. Wij elkaar net voor het eerst de hand geschud. We kennen elkaar niet, maar dat, om te beginnen komt dat natuurlijk al een beetje. Jij bent een Vlissingse dame, of niet? Ja, dat klopt ook. Maar jij woont en werkt. Of nee, je woont hier ook niet? Je woont ook in Vlissingen nog? Of niet? Ik woon in Vlissingen. Maar je werkt al heel lang in Middelburg? Ja, al een hele poos. 6 jaar nu inmiddels. Ja. Ja, maar je bent kapster of ben je nog meer dan dat? Of, Nee, ik ben gewoon kapster, haarstylist. Ja. En voorheen zat je, ik zeg altijd een gezonde zaak, maar zo heet het niet helemaal. Health Club Zeeland Gezond. Ja, precies. Daar vlak bij de brandweerkazerne daar ja, nu. Dat stuk. Ja, daar zat ik bij. En nu ben je verhuisd naar, de zaak van Carwan. Ja. En Carwan is hier net voor de zomer geopend, denk ik. Wanneer was het nou? Ik dacht al een jaar geleden. Is dat weer een jaar geleden? Ja, hij zei laatst zei hij dat hij een jaar hier zo zat. Ja, ik bezoek zoveel dingen dat ik wel eens de data zo kwijt ben, maar ik weet nog goed dat ik hier voor het eerst was. En deze ruimte was ondernut. En jij zit eigenlijk aan de zijkant hier, net bij de rode oortjes. Yes. Hè? En top. Ja. Maar wat ga jij doen hier en waarom ben je hier naartoe verhuisd? Ik ga eigenlijk hetzelfde doen als wat ik bij Health Club Zeeland Gezond deed. Dus gewoon mijn zaak voortzetten. Ik ben voornamelijk heel erg actief in kleuren. Ik knip ook, maar kleuren is wel echt mijn hoofdding eigenlijk. En dat hoop ik hier ook gewoon voort te kunnen zetten. En als je zegt kleur, dan bedoel je je haar laten verven? Of, ja. Want mannen doen dat niet zoveel. Nee, ik heb wel eens wat gehad, maar Zeeland is daar niet zo de markt voor eigenlijk. Nee, mannen zijn sowieso niet zo van het haar verven. Wat valt dat tegen nog? Als je naar de Randstad kijkt, wel hoor. Ja? Ja. Maar hier zo, nee. We zijn toch een beetje boeren. Ja, ik ja. Wel Zeeuwen ja. Niet zo goed. Nee, ja. En hoe is het hier als samenwerkingsverband? Want de knipt bij Carwan in de zaak zelf, en dus aan de voorkant, staat ook nog een dame die bij de vriendschap werkt. Ja, Romy. Romy, ja. Ja, dat klopt. Maar zij is in dienst bij Carwan en ik ben echt ZZP'er. Ik heb gewoon mijn eigen toko naast die van Carwan eigenlijk. Maar onder één dak. Maar als ik hier naar binnen kom, een beetje niets vermoedend, ik wil mijn haar gewoon laten knippen, gewoon recht toe, recht aan. Bij wie kom ik dan terecht? Begin ik dan bij Carwan? Of zelf kiezen. Ja, dus je kan dan ook doorlopen naar jou? Ja, mag ook. Of werk je op afspraak? Of ik werk op afspraak, hij werkt zonder afspraak. We zijn wel met de prijzen naar elkaar toe gegaan, dat kan ik niet anders. Ja. Maar goed, is de ruimte bij mij, dan kan je bij mij, maar is de ruimte bij Carwan, dan kan je bij Carwan. Of Romy, dat kan ook. Oké, dat is een helder verhaal. Maar dan nog wel een laatste vraag erover, want je hebt natuurlijk best veel kappers in Middelburg. Ja. Dat wordt ook wel eens geroepen van, hebben we er niet te veel? Maar ja, volgens mij hebben ze het allemaal nog steeds druk. Dus, ja, het kan blijkbaar wel. Maar ik heb in Soeberg in een straat gewoond waar we met 4 of 5 tegelijk zaten. Echt waar, ja? Ja, dat is buitengewoon, hè? Ja. Maar je onderscheidt je dus met kleur, maar is er over de prijs ook nog iets te zeggen? Heb je hogere, lagere prijzen? Middensegment, hoe zeg je dat? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een moeilijke, zeg. Ik denk midden. Ja. Ik denk midden, ja. Ah, oké, dat is heel goed. Dus iedereen is hier van harte welkom, zowel dames als heren. Dat sowieso. Ja, absoluut. En kinderen ook, alles eigenlijk, ja. En vanaf wanneer, want je bent hier echt nog maar net ingetrokken, hè? Dus het is, Ben je al open? Of, Nog niet, maandag begin ik, 2 december. Ja, dan begin ik officieel. Ja. Net voor de start van het nieuwe jaar. Nou, knallen hier. Heb je verder nog iets mee te geven, nu ik er toch ben? Nee, ja, kom lekker langs zou ik zeggen. Leer ons kennen en goed, ik hou van huiselijke sfeer. En dat hoop ik hier ook door te kunnen zetten. En ik ben wie ik ben en daar mogen jullie allemaal van meegenieten. En kom, zou ik zeggen. Ja, en de koffie staat hier klaar. Ik krijg gelijk een koffie in mijn hand, dus dat is helemaal snor. Nou, van harte welkom hier zo en veel succes met je zaak. Dankjewel.